Goedemorgen, deelnemers, partners van deze landelijke dag. Wat het thema als onbevangen ontmoeten doet. Jullie zijn allemaal naar Den Bosch gekomen, mooi te zien. En we hebben een aantal records. En een van de records is dat we hier de grootste zaal dit jaar gereserveerd hebben. En eerlijk gezegd, en ik zie nog wat lege plekken voorin. Maar hij is toch heel goed gevuld. En jullie hebben ons weten te bereiken in ieder geval. Tot gisteren, of misschien zelfs tot vanmorgen, hebben we aanmeldingen voor deze dag gehad. Dus dank jullie wel daarvoor. Een dag als dit komt niet zomaar tot stand. En hier zie ik mijn team staan met een van de overleggen die we hebben gehad bij congresorganisatie Hoezo. En het is nog een klein jaar van voorbereiding om dit zo te organiseren. En een groot deel daarvan is, en ik vind dat toch wel mooi om te zeggen, is een groot deel vrijwilligerswerk. Daar organiseren we deze dag mee. Dus dat is, dankjewel in ieder geval team dat we dit hebben mogen organiseren. Een van onze teamleden, ja, die zei op een van onze vergaderingen, ja, ik doe meestal geen rondvraag meer, maar ik heb nog een dingetje. Nou, dat is Marco Nijman, velen van jullie kennen hem. Die zei, nou, ik ben op vakantie. Maar hij heeft ons afgelopen week, en ik moet dat in het midden staan, hij heeft ons afgelopen week toegesproken om in ieder geval een mooie dag toe te wensen. Dus dankjewel Marco voor deze in ieder geval mooie foto en dat je het met ons wilde delen. En we zien je graag bij een van onze overleggen weer. Vandaag een mooi programma, een vol programma. We hebben de evaluaties van vorig jaar goed bestudeerd en een aantal aanpassingen hebben we in ieder geval meegenomen. Hopelijk gaan jullie dat vandaag ervaren en ik roep jullie ook vooral op om weer een evaluatie in te vullen. Daar worden wij met z'n allen beter van en het is door en voor omgevingsmanagers. Vandaag ronden we ongeveer af rond 5 uur en dat is geen plenaire afronding. Ik zeg dat er maar even bij, het gaat automatisch over in een borrel. En we hebben dat nog een klein beetje muzikaal omlijst. En voor degenen die mee willen eten, is er vanaf 6 uur nog een diner. We hebben rond 80 tot 100 deelnemers die mee eten voor vandaag. Ik wil in ieder geval onze dagvoorzitter alvast aankondigen. En dat is Tom van het Hek. Die zit hier links van mij. En Tom hebben we een paar keer nu gesproken en die wilde deze dag in ieder geval voorzitten. En ik roep Tom op naar het podium te komen. En bekend van radio, bekend van hockey, bekend van veel dagvoorzitterschappen. Tom, welkom op deze dag en welkom dat je in wilde gaan op het thema onbevangen ontmoeten. Ik geef jou het woord. Dankjewel, Jaap. Dank. Dames en heren, goedemorgen en hartelijk welkom namens mij ook. Jaap, dankjewel. En fantastisch dat je dat met een vrijwilligerscommissie met elkaar voor elkaar krijgt om zoveel mensen naar een landelijke ontmoetingsdag te kijken. Het is een beetje een lelijke foto dit, hè? Dus we laten deze, nog even staan. Dat is iets vriendelijker als u daar niet de hele tijd naar hoeft te kijken. Ik kom van buiten uw wereld. Ik ben geen omgevingsmanager. Het thema onbevangen ontmoeten vind ik wel een heel erg leuk thema. Want Jaap en Ibijzer, maar is ook al heel lang geleden. Voor u staat ook een oud huisarts. Ik ben in mijn leven ooit medische opleiding gedaan, huisarts geworden. 5 jaar zelfstandig gevestigd huisarts geweest. En in die tijd trainden wij in oordeelloos ontmoeten, noemden wij dat. Dus dat is wel mooi. Hè? 30 jaar geleden gingen we oordeelloos ontmoeten. Dat deden we allemaal trainingen en oefeningen door. En toen ik hiermee voorbereidde op deze dag bij dat onbevangen ontmoeten, moest ik daar wel heel veel aan terugdenken, omdat er een aantal bouwstenen waren die daarin terugkwamen. Wat gaan we doen? We hebben nu een plenair ruim uur, waarin we straks ook prachtige prijzen en dergelijke gaan uitreiken. Maar eerst gaan we ons over dat thema onbevangen ontmoeten, buigen met elkaar. Maar ik heb 2 vragen aan u, even een kleine poll, gewoon met hand opsteken. 1, u zag dat het thema onbevangen ontmoeten was. Wie van u dacht toen meteen, oh dan weet ik direct waar het over gaat. Als u zegt, daar was ik heel blij mee, steek dan even uw hand op. Kijk, dat is toch interessant. Dat is toch interessant. Het is geen Noord-Koreaanse meerderheid. Het is zelfs een hele kleine minderheid. 2, wie van u zegt, ja, dat onbevangen ontmoeten, dat doe ik eigenlijk al heel vaak. Wie van u doet dat al heel vaak? Oh, kijk, dus u wist niet wat het was, maar u doet het wel. Dat is heel interessant. Dat is buitengewoon interessant, dat u niet meteen dacht, oh, ik weet wat het is, maar toen u eenmaal hoorde wat het was. Nou, we gaan ons er vandaag verder over buigen. We krijgen straks een prachtige inleiding over het thema. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik iemand op het podium vragen die, als ik zijn hele cv voorlees, dan is de tijd om. Dus dat ga ik ook niet doen. Hij is dijkgraaf, hij is buitengewoon hoogleraar, hij is oud-staatssecretaris, Tweede Kamerlid, lid van Provinciale Staten. Kan ik doorgaan? Ko Verduijs.
Welkom en ontzettend fijn dat je hier naartoe gekomen bent om met ons wat gedachten te delen. Ja, we moeten aan die kant, dat is voor de film heel goed onthouden. Dat is heel belangrijk. Mijn eerste vraag is eigenlijk, ik kom van buiten deze wereld. Het zijn allemaal omgevingsmanagers. Ik heb ook wel zo'n avondje in mijn dorp meegemaakt. Weet je, dat de omgevingsmanager uitlegde wat er ging gebeuren. Maar ik wil omgevingsmanager worden. Nou, ik heb sollicitatiegesprek. Waar moet ik aan voldoen? Wat is, jij hebt hele lange ervaring in dit veld. Wat verwacht jij van de omgevingsmanager? Voor zover ik ermee bekend ben, is er geen op. Wie is hier opgeleid als omgevingsmanager? Nee. Bestaat niet, hè? Nee, hè? Nee. Dus waar moet je aan voldoen? Dat is bij mij ook, nou ja, in de loop der jaren. Ik ben ooit begonnen als projectleider herstructurering. En toen was ik net klaar met mijn wetenschappelijke vorming, zal ik maar zeggen. Waar ik van alles had geleerd over participatie, processen, open dat hele jargon. En in mijn eerste project, waarbij een oude volkswijk gewoon gesloopt ging worden, had ik dan natuurlijk keurig ook uitgelijnd en zo, hoe gaan we dat omgevingsmanagement doen. En mijn openingszin was, gewoon omdat het voelde in één keer zo onecht om daar met, een soort plan, architectuur, procesarchitectuur aan de slag te gaan. En ik zei het gewoon tegen de mensen, we gaan jullie huizen slopen. Nou ja, beste opening ooit. en die mensen waren natuurlijk woest, hè. Maar wat er daarna gebeurde, maar dat had ik op dat moment wist ik dat natuurlijk niet. Jaren later, als ik daarop terugblikte, met die mensen die toen woest waren, die stonden 3 jaar later te huilen op mijn afscheid. Want toen ging ik iets anders doen. En wat ik daarvan heb geleerd, is dat je zo hard en eerlijk mogelijk de boodschap moet brengen. Want dan krijg je vertrouwen. Hè? Dus je moet ook soms even de confrontatie aangaan. Maar ja, ik wist heel veel op papier, maar in de praktijk wist ik helemaal niks. Dus wat moet je kunnen, is volgens mij open zijn, eerlijk, betrouwbaar. Maar ook kunnen schakelen tussen je opdrachtgevers en de mensen in de wijk die heel andere zorgen hebben. En dat is bar ingewikkeld. En jij zei net, hè, wie is er opgeleid? Dus aanhalingstekens, nou, iedereen is op een bepaalde manier opgeleid, maar niet specifiek tot omgevingsmanager. Is dit een vak wat zich, zeg maar, door de maatschappelijke ontwikkelingen ook steeds meer naar voren is gekomen en steeds belangrijker is geworden? Voor kijk naar de opkomst hier. Ja, maar aantallen zeggen niet altijd iets. Want bij televisieprogramma's heb je ook wel eens heel veel kijkers, dat je toch denkt, nou, het viel wel mee, zeg maar. Hè? Dus de vraag is toch. Nee, ik snap je vraag. En toch zegt het aantal ook iets. We zijn dus met zoveel omgevingsmanagement ook bezig. En dat is goed, hè? Dat doen we ook bij het eigen waterschap. Dat ik soms ook wel eens denk van, ja, maar wat ligt daarachter dan? Hè? En volgens mij ligt daar ook een soort continue zoektocht achter naar draagvlak, naar een legitimatie creëren, ook voor een gemeenteraad of voor een waterschapsbestuur. En dat misschien de balans ook weer terug moet naar, wat is je rol als omgevingsmanager ook niet de omgeving van je politieke opdrachtgevers, van de algemene democratie, van de mensen met wie je niet participeert, maar die wel hopen dat er een dijk wordt versterkt of een weg wordt doorgetrokken. En dat maakt het werk nog ingewikkelder, dus het is continu in ontwikkeling en ik denk dat we nu in de fase gaan belanden waarbij je ook als omgevingsmanager recht hebt op richting en heldere kaders, maar ook op tijd uit het gesprek moet. En ik zeg dat heel bewust. Ik zie al iemand knikken, gelukkig. Ja. Die denkt, ik moet uit dat gesprek. Maar na dit weekend wordt dat. Nou ja, ik ben zelf ook gewoon projectleider geweest, dus ik kan het allemaal heel goed invoelen. Maar jullie zijn allemaal aardige mensen waarschijnlijk. Die het beste, toch? Ja, die het beste voor hebben ook met de mensen met wie je die gesprekken hebt. Maar ook op een gegeven moment zeggen, ja, maar mijn opdracht is een andere en ik ga u helpen om de formele juridische procedure te starten. Dat is ook een manier om vertrouwen te houden en draagvlak te houden. En ik merk ook bij soms ook de opdrachtgevers, dus daar heb ik het over politieke opdrachtgevers, een soort verwarring tussen participatie en overeenstemming. En participatie kan ook leiden dat 8 van de 10 mensen ontevreden is. Dat is ook kan een hele legitieme uitkomst zijn. Zeg je eigenlijk, je moet aardig zijn, maar ook vaardig in die zin. Van je moet ook wat dat betreft besluitvaardig zijn. En zelfbewust, zeg maar, en assertief. En zelfbewust bedoel ik dat je jezelf kan zien, wat is mijn rol in dat hele complexe gebeuren. En je rol is niet zorgen dat het goed komt. Je rol is zorgen dat die verbindingen tot stand komen. Maar als de conclusie is, hier komen wij niet verder,
dan is de assertieve, zelfbewuste handeling misschien ook zeggen, nou, dan stopt hier het gesprek. Dat is heel legitiem om te... Wie heeft hier ooit actief gezegd, na zo'n zelfreflectie van, nou, we zijn we uitgepraat. Steek nu al zijn hand op. Ja. Aantal. Oh, kijk, ja. Nou, dat vind ik heel geruststellend. Maar het is wel een kleine minderheid. Wij staan bekend internationaal, althans daar komen vandaan, dat we polderen, dat we graag overleggen, dat we doen. Is dit ook een beetje Hollands beroep, zeg maar? Heb je moeite in het buitenland om uit te leggen als je surroundings manager bent of zoiets? Nee, maar past het in onze cultuur, Ik vind een hele leuke vraag. En dat heeft ook te maken met dat we met heel veel mensen natuurlijk op een relatief klein stukje planeet wonen. Dat de druk op de ruimte is gigantisch. We moeten nog meer water bergen, we moeten nog 1 miljoen woningen, we moeten energie, nou ja, noem de hele cyclus maar op. En dat levert ook heel veel onzekerheid op. En wij zijn een land waarbij we dan om tafel gaan. En we zitten denk ik nu in de fase van, het land was 20 jaar terug, was de opvatting, het land is af. Ja. Letterlijk. En de laatste 5 jaar, zeg maar, zijn we ingehaald door die hele grote opgave waar we nu voor staan. Alleen, daar hebben we ook 20 jaar verwaarloosd, dit vak. En dat levert ook een hoop gesprekken, maar ook tegenstellingen en weerstand op. En ik denk dat de volgende fase is dat we weer wat meer fundamentele richting gaan geven aan waar willen we dan dit land voor gebruiken. Dat vertaalt zich weer in regionale plannen, stedelijke plannen en wijkplannen. En in die context heb je dan als omgevingsmanager wel te dealen met heel veel boemerangs die allemaal binnenkomen vliegen, continu. Ja, want dat is een beetje mijn laatste vraag. Het is natuurlijk zo complex met zoveel verschillende invalshoeken, belangen. En dan hebben we ook nog dat mensen rationeel overal voor zijn, totdat het bij henzelf, dat not in my backyard principe, zeg maar. Hoe daarmee om te gaan? Want het lijkt soms wel ons land ook een klein beetje tegen te houden bij een ontwikkeling. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat hoor ik allerlei mensen uit allerlei sectoren zeggen. Nou, misschien als ik anekdote mag delen, wat soms ook helpt, te gaan participeren met de mensen die meer staan voor het algemeen belang. En dat staan we uiteindelijk allemaal, hè? Ook de inwoners natuurlijk. Maar wat ik bedoel is dat we ons heel vaak focussen op mensen die je direct raakt. Dat moet je ook doen. Maar bij een doortrekking van de A15 bijvoorbeeld, toen ik gedeputeerd in Gelderland was, dan gingen we natuurlijk participeren met die mensen die langs dat traject belangen hadden. Maar ik zei, als je nou gaat participeren met de mensen die elke dag in de file staan, dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek. En ik bedoel dat niet vanuit een soort trucje of zo, maar het besef weer terugbrengen. Ik heb ook wel eens tegen bewoners gezegd, bij de uitbreiding van een woonwijk, die dan ook tegen waren, wat ging ten koste van hun uitzicht. Ja. Dan zei ik, maar u heeft ook ooit het uitzicht van iemand verpest. Hè? En dat bedoel ik ook met een omgevingsmanager. Ja, maar dat is wel gewoon wat het is. Nee, maar mensen snappen dat. Die accepteren die boodschap. En dus je mag ze ook helpen aan het denken te zetten. Van, maar als wij alleen maar praten over uw belang, dan missen we een deel van de werkelijkheid. En de samenleving, polderend en al, met heel veel vraagstukken, die kun je alleen verder brengen als je niet alleen over het individueel belang praat. Laatste vraag, dan gaan we naar het onbevangen ontmoeten. Moet er eigenlijk een opleiding komen? Of is het juist wel mooi dat die mensen vanuit hele verschillende achtergronden en gedachtenvelden uiteindelijk... Ik denk dat het echt een vak is wat je alleen in de praktijk kan leren. Maar ik denk wel dat er meer ruimte moet komen. Maar ik kan het ook niet helemaal inschatten hoe vaak jullie elkaar treffen en door wie je je laat voeden. Maar dat het heel veel reflectie vraagt. En of dat dan per se een opleidingsvorm moet, dat laat ik even in het midden. Ik bespeur wel dat we allemaal zo druk zijn dat de ruimte voor reflectie en leren, die is heel beperkt. En ik zou jullie allemaal willen aanmoedigen, neem die ruimte, ook als het ten koste gaat van je werk. Want het is je werk om je te blijven ontwikkelen. Nou, dat lijkt mij een prachtig slotadvies. We hebben het nu vooral over het omgevingsmanagement gehad. We gaan kijken naar onbevangen ontmoeten. Daarna nodig ik jou weer terug uit. Want dan gaan wij daar samen over praten met elkaar. En met degene, blijf rustig staan, die wij nu gaan introduceren. Zit hier vooraan, Jeanieke Hertogs. Ja, kom maar vast naar het podium. Heeft een hele brede achtergrond in communicatie, bedrijfskunde. Heeft het gedachtegoed van Subconscious Impact. Prachtig boek ook geschreven in dit kader. Ga je allemaal straks zelf ongetwijfeld iets over vertellen. En ja, wij zijn eigenlijk heel benieuwd, want dat moeten we volgens mij ook zijn, hè? Daar begint het mee. We zijn heel benieuwd naar wat jij ons mee gaat nemen in je keynote over onbevangen ontmoeten. En daarna mogen wij er met elkaar over verder praten. Dus ik ga het podium helemaal voor jou vrijmaken. Dankjewel. Jeanieke Hertogs. Dankjewel.
Dankjewel. Ik ben een jaar of 13 bezig geweest met hoe zit ons onbewuste brein in elkaar. En hoe bereik je iemand in dat onbewuste brein? Dus stel je wilt iemand in beweging brengen, hoe doe je dat dan? Want je zal merken dat het soms best lastig is om iemand ervan te overtuigen om een stukje grond af te staan, om een spoorlijn neer te leggen bijvoorbeeld. Dus dat onbewuste brein, hoe zit dat in elkaar? Nou, daar kunnen we 7 dagen in trainen en in opleiden. En toen kwam de vraag, ja, Shanieke, wil je daar wat over vertellen? In 20 minuten. Ga ik doen. Er zit een dikke disclaimer aan. Want het betekent, ik wil starten met dat gekke onbewuste brein. Hoe zit dat in elkaar? En ik ga daar dingen vertellen waarvan je denkt, nee, maar dit kan niet. Dit kan niet kloppen. Alleen het is door de wetenschap bewezen. Ik kan daar niet al te lang bij stilstaan vanwege die 20 minuten. Het is door de wetenschap bewezen. Dus ik nodig je uit, vast in your seatbelt. Want op dit moment, terwijl je hier nu zit, en daar komt de eerste aan, zit je in een onbewuste breintoestand. Ha, lekker toch? Ja, op dit moment zit je in een onbewuste breintoestand en ik zal laten zien hoe dat precies zit. Maar voordat ik dat doe, ik wil even weten, wie heeft er een puberkind thuis zitten? Ja, dat is, ja, oké, hartstikke mooi. Wie heeft er een puberkind van een jaar of 15 thuis zitten? En wie heeft er dan ook nog een jongen? Ja, helemaal goed. Dus voor al deze mensen even een shout-out, want we hebben het over onbevangen ontmoeten. Daar gaan we het over hebben. Hoe doe je dat dan in het onbewuste brein? Dus laten we eens even kijken wat er gebeurt, wat er misgaat. Als je vanavond thuis komt en je zit aan de keukentafel en ik zie al instemmend geknik en gelach en geginnik. En je denkt, oh, wacht even, in verbinding komen met mijn puberzoon. En je zegt, hey, het is wel belangrijk dat je op tijd begint met het wiskunde, hè? Want dat is wel een vak, dat kan je niet laten vallen. En voor al die ouders, je moet er eindexamen in doen en dat betekent als je diploma hebt, dan heb je kans op de arbeidsmarkt en dan kun je zelfstandig en autonomie en het leven heeft dan kansen en noem maar op. Blablabla. Ja? Dus even fast forward. Dus dit is bekend. Waarom werkt dat niet? Dus wat je zal zien is dat we de hele dag door vertellen aan anderen wat ze eigenlijk idealiter zouden moeten doen. En laten we zeggen, we doen dat met de beste intentie. Dus we zeggen dit tegen ons puberkind met de beste intentie. Maar ja, wat gaat er mis? Nou, het volgende. Als we daar nou eens aan gaan koppelen, dat wij mensen 2 breinsystemen hebben. En het eerste breinsysteem, daar zit je nu in, op dit moment. Het is misschien een beetje gek, want het is je autopilot. En je autopilot is onbewust. En je autopilot kan moeiteloos meerdere dingen tegelijk doen. Dus je zit hier nu op dit moment en je bent adem aan het halen. Als het goed is, onbewust. Ja, en je knipt het met je ogen. En ondertussen groeit er bij ieder van ons een fantastisch, prachtig, nieuw laagje teennagel in al onze schoenen. Ja, mooi toch? Hoeveel moeite kost dat? Precies, 0. Tegelijkertijd ben je aan het denken. Ben je misschien aantekeningen aan het maken? Krabbel je even in je ogen of neem je een slokje? Klopt het dat je al een keer of 10 met je gedachten weg bent geweest naar heel andere dingen dan dit verhaal? Besmuikt geknik. Ja, dat klopt. Want onbewust kunnen we multitasken. En onbewust kunnen we en luisteren, want voor jouw brein praat ik eigenlijk super traag. En je brein is veel sneller, 200.000 keer sneller dan zometeen dat bewuste brein. En je brein werkt zo razendsnel dat het ondertussen aan het luisteren is. En het heeft zoveel capaciteit en tijd over dat het hele andere dingen gaat doen. Vergeef ik u dus meteen, want dat is gewoon hoe het onbewuste brein werkt. Tegelijkertijd hebben we een bewust brein en dat kunnen we aanzetten. En ik verklap alvast, dat doen we liever niet. Want dat bewuste brein is traag, het is ontzettend vermoeiend om dat aan te zetten en het kan maar 1 ding tegelijk. Dus heel even, ik heb een paar mooie prijzen. Dus de eerste die het goede percentage noemt, die wint een fantastische prijs. Hoeveel procent van de tijd denk je dat wij mensen dat onbewuste brein aan hebben staan? Een hand en het goede percentage? Ja, dat was heel snel. 85, mag meer. 98, en dat is natuurlijk helemaal goed. Kom zo meteen naar voren, want de prachtige prijs is dit boek. Die is voor jou. Het is mijn eigen boek, een van mijn eigen boeken. Dat gaat hierover. Ja, precies. Ik kan wel boeken van andere mensen weg gaan geven, maar ik denk dat het toch wel leuk is, want dat gaat ook een beetje hierover. Maar 98% van de tijd doen we dingen dus op de autopilot. En 2% doen we dingen met ons bewuste rationele brein. Dus laten we even kijken,
op dit moment zit je hier onbewust met je irrationele brein aan. En laat me maar even kijken hoe dat is. Dus wilt u met mij even en masse meedoen? Er komen een paar quizvraagjes aan. Oké? Komt ie aan. Dit betekent dat het vandaag gaat sneeuwen. Welk breinsysteem heeft antwoord gegeven? Onbewust. Want hoeveel moeite kost het? Niets. Het is razendsnel. Het antwoord is er onbewust. Je hoeft er niet over na te denken. En ondertussen kunnen je breincellen ook nog hele andere dingen doen. Komt er nog eentje aan? Dit is de vlag van? Welk breinsysteem? Onbewust, dank u wel. Komt ie aan. Graag met dezelfde snelheid. In een pakket, in een speelgoedwinkel, zit een slaghout en een bal. Hele pakket kost 1 euro en 10 cent. Slaghout is 1 euro duurder dan de bal. Wat kost de bal? Wie zei de 10 cent? Mag ik handen zien? Welk breinsysteem stond aan toen je zei 10 cent? Onbewust. Waarom is het niet goed? Het is 5 cent, Tom. Ja, hoe weet jij dat? Tom, zou je heel even, heel kort aan de hele zaal willen uitleggen waarom het 5 cent is? Nou, dan is het andere 1,05 euro, is het samen 1,10 euro. En is het 1 euro duurder dan het ander? Want dat was de vraag. Dus buitengewoon slim. Je krijgt zo meteen natuurlijk een boek van me. Buitengewoon slim. Maar heel even gewetensvraag. Was onbewust trouwens. Gewetensvraag aan de rest van de zaal. Tom heeft net uitgelegd waarom het goede antwoord 5 cent is. Hè? Wie in de zaal dacht, la 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 la, dit moment gaat vanzelf voorbij. Ik snap eigenlijk geen bal van wat hij zegt. Dat laat zien dat wij liever dat bewuste brein, dat zetten we liever niet aan, want het vraagt veel te veel energie en dus veel te vermoeiend. Dus dat doen we liever niet. Toch moeten we vanuit de wetenschap accepteren, ja, we kunnen het aanzetten, we doen dat 2% van de tijd. En als je slaap ervan afhaalt, van de 24 uur, stel dat je 8 uur slaapt, dan doe je het al volgens mij behoorlijk goed, dan ben je ongeveer 19 minuten op een dag, heb je dat bewuste brein aanstaan. 19 minuten. Ze kunnen nooit tegelijkertijd aanstaan, maar ze wisselen elkaar razendsnel af, die twee breinsystemen. En dit is iets, dit moeten we accepteren vanuit de wetenschap, ook al denk je misschien, ja, oh wat zielig. Al die mensen hier in de zaal, dat die allemaal in zo'n hoge mate onbewust zijn. Ja, gelukkig voor mij geldt dat niet. Maar al die andere mensen, jeetje, goh, poepoe, nou, nou. Nee, dit geldt voor ons allemaal. Nou zou je nog kunnen denken, ja oké, lekker belangrijk. Nou weet ik dat, dat wij mensen in hoge mate onbewust zijn. Maar ja, wat heeft dat te maken met onbevangen ontmoeten? Nou, alles. Want welk van deze twee breinsystemen is gevoelig voor ratio, logica, goede argumentatie, afweging, objectieve analyse, feiten, onderzoek. En ik zie één dappere mevrouw, maar ik had u al een boek gegeven. Zie ik al wijzen naar die kant. Ja, dat klopt. Dus we moeten accepteren vanuit de wetenschap dat mensen in beperkte mate rationeel en bewust zijn en logisch zijn. En wat is dan de taal van het onbewuste brein? Emotie, absoluut. Dus dat betekent, als je met iemand te dealen hebt, je wil met iemand een ondergrondse parkeergarage, en je hebt stakeholders nodig, belanghebbers nodig, omdat je een ondergrondse parkeergarage in het centrum hier van Den Bosch wilt gaan organiseren, dan moet je ervan uitgaan dat je te maken hebt met stakeholders, en jezelf trouwens ook, die slechts voor 2% van de tijd bewust, rationeel, logisch en gevoelig is voor argumentatie en objectieve analyse. En de overige 98% heb je te maken met emotionele, irrationele, onbewuste blackboxes. Succes daarmee om daar dan zo'n parkeergarage te realiseren. Hoe dan? Dus dat brengt me eigenlijk bij het tweede belangrijke punt van het eerste stukje. Wat ik de hele dag door zie gebeuren in communicatie, wat uitermate onhandig is, is dat wij mensen allemaal beschikken over een ego. En dat ego, dat is onze blauwdruk, hè, die zegt een beetje hoe moeten we het leven leiden en welke dingen zijn oké en welke dingen zijn niet oké. En in het ego zitten normen en waarden en overtuigingen en noem alles maar op. En by the way, hoe graag verandert een ego? Nee, precies, helemaal niet. Hoe komt dat? Dat ego is standaard uitgerust met een defensiemechanisme. En hoe werkt dat in de praktijk? Nou, stel je voor dat je een fan bent
van de geometrische vorm de driehoek. En je vindt de driehoek echt fantastisch, want hij is zo lekker puntig. En je wandelt over straat en je komt iemand tegen en die zegt tegen jou, hey, dat wist je nog niet, maar de driehoek is de mooiste vorm op aarde, want hij is zo'n mooi gelijke zijde, die driehoek is echt fantastisch. Wat gebeurt er? Zo, dank u. Dat is een voorbeeld ineens. Wat gebeurt er tussen jou en die ander? Dus jij denkt, driehoek is lekker puntig. En die ander zegt, oh, driehoek zo fantastisch mooi en ook nog gelijkzijdig. Wat gebeurt er? Connectie. Er was iemand met connectie. Ja, daar ga ik natuurlijk een boek aan vergeven. Yay! Met een applaus. Ja, alsjeblieft. Die is voor jou, dus haal hem straks op. Hè. Connectie. Wat gebeurt er onder de motorkap in het onbewuste brein? Nou, het volgende. Die informatie, die komt op je af. Jij bent fan van de driehoek. Er komt nieuwe informatie op je af. En die nieuwe informatie kan tot doel hebben om jouw bestaande ego, jouw bestaande manier van kijken, om die te veranderen. Maar hoe graag wil een ego veranderen? Wel eens op een reunie geweest? Had je mensen 10, 20 jaar niet gezien en dan kreeg je te horen? Je bent geen spat van je pot, verdorie! Dat klopt, zelf denk je, ik ben ontzettend veranderd, ik ben ontwikkeld, ik heb dingen aangeleerd, afgeleerd, weet ik veel. Maar mensen zien eigenlijk nog steeds ongeveer dezelfde blauwdruk. Dus wat gebeurt er? Dat defensiemechanisme houdt het ego en de bestaande manier van kijken intact. En op het moment dat jij denkt driehoek en er komt iemand aan die zegt driehoek, of jij denkt ondergrondse parkeergarage in de bos is een goed idee en iemand anders zegt, hey, weet je, eigenlijk zou een ondergrondse parkeergarage nog erbij moeten doen in een bos, dan krijg je driehoekje, want het defensiemechanisme zegt, oh, het is veilig, ik hoef niet te veranderen, het is oké, maar wat gebeurt er op het moment dat je over straat loopt en de ander zegt van, ja, dat dacht jij, hè, ondergrondse parkeergarage in een bos, of driehoekje, dat dacht jij, hè, driehoekje, echt niet. Leven gaat om rondjes. Lekker puntig, amme hoela. Heb je wel eens een driehoekig wiel gezien? Nee? Nou dan, leven gaat om rondjes. Of iemand die zegt van, oh, een mooie financiële impuls geven aan de binnenstad van Den Bosch, om daar een parkeergarage eronder. Nee joh, we willen juist autoluw en we willen juist, eigenlijk is dit wat er gebeurt. Dus er komt nieuwe informatie op het defensiemechanisme af. Een defensiemechanisme zegt, oh stop, dit is gewoon niet de bedoeling. En die informatie die moet gewoon weg. Dat is precies de reden waarom het tweede boek Don't Push Me heet. Want pushen is wat we de hele dag door doen als we proberen mensen in beweging te krijgen. We pushen, we duwen, we vertellen, we leggen uit. We zenden, we adviseren en het helpt niet. Ja, tenzij de ander toevallig al zo dacht. Dan heb je klik en connectie. Maar als dat niet is, dan hoor je het defensiemechanisme van de ander en levert een push gewoon keihard een push terug op. Dus de route zal zijn vandaag onbevangen ontmoeten via vragen stellen. Dus vragen stellen, daarmee bedoel ik pool. Met pool bedoel ik de 35 gesprekstechnieken die allemaal als doel hebben om de ander te bereiken in het onbewuste beslisscentrum. En dat pool, dat ga ik natuurlijk even demonstreren. Is misschien wel leuk. Dat kan wel eventjes, toch? Dus pooltechnieken gaan door je defensiemechanisme heen. En ze belanden in je onbewuste brein. Dus heel even een kleine check. Een super relevante vraag voor de rest van de dag. Als je nou je hele... ik zal deze rij sparen, want jullie zijn al zo dapper dat je helemaal bijna op de eerste rij bent gezet. Maar stel nou dat je hele persoonlijkheid, gewoon hoe jij als mens ongeveer in elkaar zit, dat je die even moet vergelijken met een type schoen. Welke schoen ben je dan? Een Nike, hoor ik al. Mooi. Wat nog meer? Nike. Wat voor schoen ben je? Je hele persoonlijkheid in een type schoen. Roep eens wat. Een cowboylaars. En een? Een Echo. Ja, precies. Precies. En wat nog meer? Welke schoen ben je trouwens? Absoluut niet. Welke schoen zeg je van nou, alle schoenen, behalve die? Crocs. Interessant, interessant. Maar heel even. Heel even. Wat de piep. Wat is er zojuist gebeurd? Ik heb gevraagd om je hele persoonlijkheid even te vergelijken met een type schoen. Het is totaal nutteloos. Je hebt niks aan deze vraag. Het heeft niks te maken
met je rol als omgevingsmanager of wat dan ook. Maar klopt het dat je toch split seconds met je gedachten hebt moeten gaan naar je persoonlijkheid en dat je die dan hebt vergeleken? Misschien heb je zelf wel je schoenenkast voor je gezien of je de schoenenvoorraad die je hebt en dat je toen hebt nagedacht over welke schoen jouw persoonlijkheid symboliseert en vervolgens heb je ook nog nagedacht over welke schoen in elk geval absoluut niet. Klopt? Dat komt omdat ik simpelweg een open vraag heb gesteld. Ik ga het weer doen, weet dat het zo werkt. Dus ik ga dwars door je defensiemechanisme, je kan het niet helpen. Maar wanneer heb je voor het laatst rabarber gegeten? En hoe voelt rabarber ook alweer op je tong? Dus je kan het niet helpen, maar op push reageert het defensiemechanisme. Avers, en het gaat terugpushen. En met pull ga je dwars door het defensiemechanisme heen. En kom je op de plek waar mensen zelf beelden voor zich zien, gaan denken, plaatjes hebben. En nou, dat is het beginnetje van gedragsverandering. Laten we even kijken, want wat had dat nou te maken met puber? Trouwens, eventjes een vraagje tussendoor. Het is nu inmiddels 11:30. Vinden jullie niet dat je er een beetje uitgekakt bij zit op dit moment? Nee. Oh, dan nog even een andere vraag. Even fijne vraag als zojuist. Lijkt het je niet veel zinvoller om wat meer aantekeningen te maken van dit deel van de dag? Wat is er zojuist gebeurd? Want ik ben mooi aan het poelen en dan ga je mee door het defensiemechanisme en zo. Oh, fijn, en dat gaat helemaal lekker en zo. Nou, wat er gebeurt als je dat doet, en het is natuurlijk helemaal niet waar wat ik zei, maar ik wilde het even demonstreren. Wat er gebeurde, is dat ik hetzelfde heb gedaan als wanneer je tegen je puber zegt, had je niet wat eerder moeten beginnen met het leren van je wiskundetoets? Want wat gebeurde er? Wie? Wat gebeurde er met zowel mijn prachtige vragen over rechtop zitten en aantekening maken? Of als je tegen je puberkind zegt, wat is er gebeurd? Het is toch een vraag? Klopt, waarom gaat het afweermechanisme omhoog? Het is een gesloten vraag, wie zei dat als eerste? Boek. Yes? Boek, hij ligt hier voor je. Het is een gesloten vraag. En we wisten allemaal al, gesloten vragen, daar kan je ja en nee als antwoord krijgen. En die kunnen soms al helemaal als huisarts heel handig zijn om eventjes zo tak, 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 tak te trechteren naar een antwoord. Alleen de gesloten vraag heeft altijd de mening, de aanname, het oordeel van de vraagsteller in zich. En meestal reageert het defensiemechanisme net zo hard op een gesloten vraag, omdat die sturing erin zit, als op een push. Dus als je onbevangen wilt ontmoeten, 1. Ga niet pushen. En 2. Stel geen gesloten vragen. Maar laten we dan kijken. Stel, je hebt dat puberkind thuis zitten. En je denkt, oké, we hebben het gehad over pushen en we hebben het gehad over pull. En ik moet vragen gaan stellen aan die puber. En dan ga ik eindelijk die onbevangen ontmoeting met mijn puber aan. Ik heb geen idee of dat kan, maar stel hè, dat je zo vanavond thuis komt. En wat je dan doet, is dat je vraagt, lief schat, hoe was het vandaag op school? Waarom doe jij... Ja. Ja, exact. Je krijgt geen antwoord. Ze zeggen gewoon... Hoe komt dat? Je stelt een prachtige open vraag. Het is niet gesloten, het is niet suggestief. Hoe komt dat? Waarom krijg je daar non-antwoorden op van je puber? Hij weet waar het heen gaat en... Verklaar je nader. Wat betekent dat? Hij weet waar het heen gaat. Dan preekt hij gewoon nog een boek, hè? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Hij weet waar het heen gaat. Welke vraag zit er eigenlijk achter? Hij is al bijna onderweg naar je. Bijna. Het heeft alles te maken met... Voor wie is het onderwerp school relevant? Het zit in de scope... van de ouder. Wij mensen hebben allemaal een scope en daarin staat beschreven wat belangrijk is. En daarin staat ook wat niet belangrijk is. Want hoe zit telefoon, mobiele telefoon, in de scope van de ouder van een puber of een beeldscherm? Exact. Tegelijkertijd is dit wat we de hele dag door doen. Als een soort lopende zendmast treden we anderen tegemoet, het liefst door te pushen vanuit onze eigen scope en te zeggen, het is belangrijk dat je op tijd met je wiskundetoets begint. Als je dan denkt, oh, Shanique is langs geweest, dan moet ik iets met poelen en iets met vragen stellen.
dan zal je merken dat je onbevangen wilt ontmoeten en wilt verkennen hoe die ander denkt en kijkt. En dat je dan alleen maar gesloten vragen stelt van, ja, maar lijkt het je niet handig om de ondernemers hier in Den Bosch een financiële stimulans te bieden door die parkeer? Nee, net zoals lijkt je niet handig om wat meer rechtop te gaan zitten. En de volgende valkuil is dat je, als je onbevangen wilt ontmoeten, dat je eigenlijk stiekem de hele tijd vanuit je eigen scope vragen aan het stellen bent. Dus je bent de ander aan het bevragen alsof je je puber vraagt, hoe was het vandaag op school? Dus als je zegt, hey, leuk om daar meer over te weten, er komt ook nog een workshop waarin je leert hoe dat dan wel. Maar tegelijkertijd is het misschien ook wel leuk om even te kijken, wat gebeurt er nou als wij met elkaar eens in gesprek gaan en dat we eens even kijken wat er gebeurt in een gesprek tussen jou en Tom, om eens te zien hoe het met jouw pool skills zit en zo. Hoe is dat? Want mijn stelling is dus, de belangrijkste opponent in een gesprek, wie is dat? Ja, precies, je eigen ego, je eigen scope, je eigen wereldbeeld en alles wat erin belangrijk is. En als het goed is, kan je zien als er een tweegesprek is, en ik heb dit van tevoren gevraagd of het mocht, en het mocht, bij beide heren, willen jullie erbij komen? Mag ik een soort van ondertitelaar zijn op het vlak van push-pull? Dus zij gaan heel fijn met elkaar in gesprek. Ja. En heel af en toe mag ik gewoon even zeggen, even kijken wat hier gebeurt. Nou, allereerst dank je wel en een groot applaus voor jouw inleiding en verhaal. Dank je wel. Ik was hier eigenlijk heel geruststellend naartoe gekomen, want ik denk, Ko gaat langs de meetlat, maar nu ben ik het, heb ik net gehoord, dus ik sta hier vrij onrustig. Maar ik ga natuurlijk mooi beginnen, Ko, want dan, als we niks meer weten, zeg ik altijd, wat heb jij gehoord? Ja. Wat heb jij gehoord? Wat heb je in die 20 minuten dit verhaal met Poel? Nou, wat hoor jij? Dat is een mooie open vraag, hè, in de scope van Ko. Dus dit, punten. Kijk. Ja. Ik ben me de laatste jaren steeds bewuster van dat ik eigenlijk nooit een open vraag stel. Ik heb hele sterke meningen en ik probeer die wel bij me te houden. Dus jouw verhaal zette me wel weer aan om dat nog meer te gaan oefenen. Maar ik vind het knap ingewikkeld. En als je dan denkt wat jou het gebracht heeft, zeg maar, jouw sterke overtuiging en mening, denk je dan, daar moet ik iets mee? Oh ja, ik doe even de eerste time-out. Wat gebeurt er nu? Ja. Dus dit heb je allemaal gehoord en de eerste vraag is even, denk je nu ook niet, toch, ja. Ko? Denk je dan niet van, ja, daar moet ik nog mee, toch, Ko? Hè? Ja, nee. Ja. Dat was ook exact de bedoeling van de vraag. Ik ga erin. Ik denk, zal Ko toch wel even duidelijk maken dat er nog meerdere manieren van denken zijn. Hè? Dus Ko, vind jij niet dat... Ja, dat vind ik, Tom. Ja. Goeie vraag. Nee, kijk, dat is een eeuwige worsteling. Ik heb net vooral genoten van dat je dat heel mooi onderbouwt en dat het geen spiritueel verhaal is, maar gewoon een fact-based, een analyse. Ik kan er iets mee. Of het gaat lukken, is vraag 2. Maar mag je ook een vraag stellen? Zeker. Want dat onbewust ontmoeten, zet je dat klinkt een beetje raar, maar zet je dat bewust in? In die zin, of moet het gewoon in je zitten dat het in die 98% eigenlijk altijd zit? Nee, je moet het bewust inzetten, want het zal betekenen dat als je erkent dat je zelf je belangrijkste opponent bent in het gesprek, dat als je onbevangen wilt ontmoeten en het perspectief van je stakeholder met een contrasterend belang wilt verkennen, want dat is eigenlijk de eerste stap om die connectie te maken. Ja, als je zelf onbewust bent, dan zal je vervallen in push als je dingen hoort waar je het niet mee eens bent. En je zal gesloten vragen gaan stellen. Dus je zal je in eerste instantie bewust moeten worden van, oh, wacht, mijn scope zet ik gewoon even uit. En ik ga onbevangen ontmoeten, hoe kijkt die stakeholder? En op het moment dat je dat doet, is dat de eerste stap waarmee je in positie komt. Dat klinkt een beetje cryptisch, misschien wel bijna vaag, maar je komt daarmee in positie in het onbewuste brein van je gesprekspartner. En zometeen kan je vanuit het in positie zijn, kan je die man of vrouw andere dingen laten denken die de bestaande manier van kijken breder maken. En daarin kan je uiteindelijk zelfs nog naar andere mening, beslissing, gedrag. Ko, nou zei jij, ik zit vaak wel, ja, ik ben overtuigd van iets. Ik verplaats me ook even naar de zaal, de omgevingsmanager.
die moet soms met een lastige boodschap op stap. Ja. Hoe zie jij dit mechanisme als je met een lastige boodschap op stap gaat? Mooie open vraag. Nou, kijk, in de aanloop hier naartoe, en ik had me een beetje verdiept in jouw achtergrond, Janieke, en wat je zo had geschreven en zo. En ik ben van nature meer een krijger, hè? Dus van als ik denk, daar vind ik iets van en dan zal ik gelijk krijgen. Ja, sorry. Ah, je hebt alle kansen. Ja, ja, ja. Nee, dat maakt ook waarom je doet wat je doet in het leven. Hè? Dus ik heb ook wel geleerd van, nou ja, oké, dat mag er ook gewoon zijn. Maar wat ik er mooi van vind, en ik heb die momenten gelukkig ook wel meegemaakt, het eerst in contact komen onbewust, zeg maar, hè? Dus die twee driehoekjes vinden, dat maakt nog steeds mogelijk dat je vanuit dat contact uiteindelijk wel ook de boodschap, de opdracht gewoon erin fietst. Hè? Dus ik zie het niet meer als een tegenstelling. En we gaan er wel een beetje zoekende in op weg hier naartoe van, is het nou congruent of niet? Ja. Dus ik denk wel dat het me veel bewuster maakt van, ja, kan je dat driehoekje, dat pool, zeg maar, kan je dat contact altijd maken? Ik weet niet of het altijd kan ook. Hè? Ik weet, dus misschien ook een vraag aan jou, als ik ook vragen mag stellen. Hele mooie open vraag. Ja. Als ik ook vragen mag stellen. Ja, ja. Zeker. Zeg jij... Gesloten vraag. Ja, dat is een gesloten vraag. Nee, ik vergeet het direct. Ik wil het gewoon weten. Ja. Ja. Kom maar door. Ja. Dit is altijd dienstbaar in welke situatie, welke context voor een omgevingsmanager dan ook. Om altijd die pool proberen te... Het zullen vast uitzonderingen zijn en ik durf niet te zeggen altijd, maar wat ik wel steeds merk is dat op het moment dat je onbevangen kan ontmoeten hoe de ander denkt en kijkt, dat je daar eigenlijk altijd je eigen blinde vlek in kunt vinden. Dus als die ander een mening heeft waarvan je zelf denkt, nee, hoe kan het dat jij zo naar de wereld kijkt of naar dit dossier kijkt of naar dit thema kijkt, dan zit de grootste winst bij die ander. En hoe meer je onbevangen kan ophalen wat die ander vindt, hoe die denkt en hoe die kijkt, dat kan ervoor zorgen dat je zelf de meeste waarde haalt uit het standpunt van die ander, waardoor je initiële oplossing misschien nog wel sterker wordt dan wanneer je had geprobeerd de ander te overtuigen van je eigen gelijk. Ik heb daar nog wel een vraag over. Ik probeer hem... Ja, ik ben aan het processen nu. Ja. Probeer hem bewust, hè? Dat gaat traag. Bewust ik probeer hem open te maken, deze vraag. Ik ben heel hard bezig geweest, heel hard aan het werk om hem open te maken. Maar je krijgt ook een boek. Mijn vraag is nu, hoorde ik Co nou zeggen, ja, want als je die congruentie maakt, dan heb je nog een betere kans ook om uiteindelijk datgene wat je oorspronkelijk wilde gedaan te krijgen. Maar klopt. Dan is mijn vraag, is het dan een truc? Nou, dat is precies wat je ermee wil. Dus laten we zeggen, die pooltechnieken, want het zijn er 35, die kun je gebruiken om iemand keihard te beïnvloeden, zo je wil te manipuleren. Dus sowieso gaat er altijd uit vanuit welke intentie gebruik je ze. Maar waar het eigenlijk om gaat, is als je onbevangen gaat ontmoeten en je gaat die ander bepoelen, om het even zo te zeggen, om op zoek te gaan naar het goud in zijn of haar standpunt, hoezeer je daarvan eigenlijk ook denkt, gadverdamme, want ik hoor alleen maar bagger van wat je uitkraamt, toch zal je merken, als je steeds meer de ander uitnodigt om dieper in zijn belevingswereld te vertellen hoe die denkt en kijkt, en de kaarten aan jou te laten zien, dat er altijd klompjes goud in zitten die je oorspronkelijke standpunt mooier of beter of rijker maken. Dus het is en-en, je kan het gebruiken om te beïnvloeden, en de sweet spot zit hem erin dat je echt gaat naar gelijkwaardige verbinding, waarbij je ook van elkaar accepteert. En, ik ga iets heel gesloten zeggen nu, maar het is niet gelijkwaardig. Nee, oké. Waar zit hem dat in? Omdat als wij... Ik houd even bij het voorbeeld uit waterschap. Ja. We hebben een wettelijke opdracht van de samenleving, maar uiteindelijk gelegitimeerd door de Tweede Kamer. Wij moeten gewoon dijken versterken. Ja. En dat levert per definitie geen onbevangen ontmoeting op. Klopt. Want ja, ik kan zeg maar poelen tot ik een ons weeg. Maar die dijk komt er. Die dijk komt precies. Er. Precies. En die boodschap, die geef ik ook mee aan de omgevingsmanager. Ja, weet je, daar gaat daar niet over in discussie. Klopt. Daar heb je ook volledig gelijk in. Sorry. Nee, ik wou... ja, nee, ik, het is, ja.
heb je volledig gelijk in. Dus, maar ja, ik moest in 20 minuten. Hè? Ja, ja. Dus wat je zal merken is als er een verandering is of als er iets op handen is, dat je moet pushen op alles wat vaststaat, wat onomstotelijk is. Dat je daar leiderschap laat zien en zegt, oké, dit is wat er gaat gebeuren. Maar vervolgens kan je altijd gaan poelen in de vrije ruimte die er is. Bijvoorbeeld, je gaat de weerstand ophalen door te poelen. Of je gaat met elkaar kijken van hey, hoe kunnen we dat hele proces van die dijk aanleggen zo oké mogelijk laten verlopen, zodat mensen er zo min mogelijk last van hebben. Want als je inderdaad probeert te poelen op iets wat al lang besloten is, dan krijg je een wassen neus en dat mensen zeggen, ja, doei. Ik kom nog eens een keer zogenaamd mee participeren. Maar jullie doen toch wat je eigenlijk zelf wil. Dus het is wel de vraag waarop poel je inderdaad. En is die ruimte er? Is het voor jou denkbaar, wat ik in het eerste blokje zei, hè? Ja. Van dat je zegt van ga ook uit het gesprek. Of stel dat jij omgevingsmanager zou zijn, zou je dan, kun je situatie voorstellen? Is dat een open vraag? Ja. Ik denk het wel. Nee, kun je, altijd als het werkwoord vooraan staat, is die gesloten. Je zegt eigenlijk, ik hoop toch wel dat jij een situatie voorstellen. Precies. Dat we ermee ophouden. Ja. Precies. Je trapt ook nergens in. Ja. Nee, kun je een situatie voorstellen waarbij je zegt, ik ben gepusht of gepoeld? Als we Co heel even op pauze zetten, kijk eens wat er, dit hoort hij niet hè, probeer kijk het thuis wat er ook gebeurt. Wel eens, hij zegt, kun je een situatie bedenken? En daarvan, dat ketst eigenlijk op defensiemechanisme af, want hij zegt daarmee eigenlijk, ik neem aan dat er toch situaties zijn waarin dat niet werkt. Maar het is veel sterker als hij poelt bij mij en zegt, Sineke, in welke situaties is het nou handig? In welke situaties? Oh, hè? Je had een vraag voor me. Leuk, ik was even hier bezig. Wat wilde je weten, in welke situaties? In welke situatie zou je je kunnen voorstellen dat je zegt, van ja, hier ben ik uitgepoeld? Oh, ja, goeie. Als het onderwerp niet urgent is, niet belangrijk is, als er geen tijdsdruk is, als je gesprekspartner niet relevant is. Dus er zijn tal van momenten, gesprekken, plekken waarvan je denkt, ja, maar hier ga ik nu mijn tijd en energie en mijn bewuste brein niet op inzetten om onbevangen te ontmoeten. Want dit is blijkbaar niet mijn thema of mijn onderwerp. Ja. En in hoeverre is in jouw vakgebied ook nog een Bij leren, coach. Gaat beter. Ja. Beter. Is in jouw vakgebied ook nog een discours over de ik heb er nog geen opvatting over, hoor, maar de dat denkt hij, hè? Dat denkt hij, ja. Geloven jullie dat niet? Probeer het nog één keer. In hoeverre... Spoel even terug. Nog een keer. In hoeverre is er een discours over de ethische aspecten? Want de ander, de ontvanger, kan er zelf niet voor kiezen om niet gepoeld te worden. Ja, klopt. Ja, dus je vraagt je volgens mij af van, hé, maar als je dat gaat doen met als doel om te beïnvloeden, in hoeverre is dat ethisch? Want bij de ander landt het in het onbewuste brein, dus die heeft daar geen invloed op, klopt? Ja. Dat hangt dus helemaal af van met welke intentie ga je het doen. En in hoeverre vertrouw je erop dat er altijd, en ik beloof je, dat er altijd waarheid zit in het standpunt van de ander. En als je diep genoeg zoekt, dat er altijd goud zit. Ook al is het maar een heel klein goudklompje wat je oorspronkelijke idee nuanceert of de oplossing sterker maakt of een alternatief meer in beeld brengt. En dat merk je eigenlijk alleen maar door het te doen. En dat vraagt om uit die comfortzone te stappen en echt op zoek te gaan onbevangen te ontmoeten waar het tegengeluid zit. Waar jij denkt dat het tegengeluid zit, want eigenlijk zit daar het goud. Hoor ik jou nou zeggen, met een soort sleepnet haal je altijd, ook op een bodem waar je denkt dat niks ligt, altijd iets op? Klopt. Klopt. Ik heb nog wel een andere, ik ga maar voor mezelf praten, ik weet niet of het een vraag is, maar ik heb ook wel eens lichte allergie tegen mensen. Zonder dat ik ze ken, kom ik ze tegen. Ik zie iemand in het journaal, ik denk, oh god, die niet, of zo, terwijl ik helemaal niets weet van de persoon. Ja. En daar heb ik last van. Als ik die exact. Wat moet ik? En wacht even. En je wil iets met deze persoon? Nou ja, ik zou eigenlijk zijn denken, dat ik in een situatie kom waarmee we toch iets met elkaar zouden moeten bewerkstelligen of zo. En ik op voorhand al denk, nou, ach, die zit ook in die commissie, zeg. Ja, exact. Nou, onbewust hebben wij een perceptie van iemand anders. En ik teken dat in het boek met een perceptiepyramide. Dus onbewust hebben we een beeldvorming van iemand anders. En het kan zijn dat we de ander zo laag in onze
beeldvormingen bestaan, zo weinig toegevoegde waarde. Iemand die het niet snapt, die niet oké is, die er zo anders over denkt dat hij heel ver bij ons vandaan staat. Dan zal het stinkend moeilijk zijn om bij die persoon onbevangen ontmoetend te poelen in zijn of haar belevingswereld. Maar omgekeerd zal het ook zijn dat als je daarmee in gesprek gaat, dan is de kans groot dat je gaat pushen om die persoon te overtuigen van jouw wereldbeeld, waardoor die ander jou weer laag gaat percipiëren. En voor je het weet doe je eigenlijk alleen maar dit. En voor je het weet beland je in gepolariseerde bubbels in een maatschappij met zeer complexe maatschappelijke vraagstukken die er niet meer uitkomen. Zeg jij dan, je moet... Ja. Co, open vragen. Heb jij dat ook? Ik zag hoe is dat voor jou, Co? Ik heb dat niet bij jou, Tom. Maar soms heb ik helemaal geen zin in ontmoeten. Absoluut. En dat gun ik mezelf ook. Dan denk ik, ik wil niet weten wat er in jou omgaat. Ja. Maar die allergie, ik ga hem niet koesteren of zo, of onderhouden. Nee. Maar soms denk ik, ik heb er gewoon geen zin in. En ook omdat ik in de loop der jaren wel heb geleerd dat gevoel... Dat klopt meestal. Ja, dus ik ga dan ben ik in pool met mezelf, denk ik, of zo. Ja. Ja. Wat trouwens heel mooi is, heb ik dan wat heel mooi is. Anders push ik wel dat we ophouden. Ja, dat is goed. Fijn. Wat ik zojuist heb gedaan, Co was dingen aan het vertellen, eigenlijk best op een laagje dieper dan alleen maar de buitenkant. Hè. Best eigenlijk eerlijk even hoe hij erin staat. Wat ik daar doe, is ik geef hem wisselgeld in de vorm van support. Heeft iemand gehoord wat ik deed? Ja. Ik deed niet hummen. Ik deed niet hummen en knik. Maar ik maakte die support verbaal. Ik zei ja, oké, en helder. Ja. En als ik het aan Co zou vragen, dan kan hij me niet teruggeven hoe vaak ik support gaf of welke woorden die heeft gehoord. Ja, nu wel, omdat ik ze net heb uitgesproken. Maar wat er gebeurt als je wilt dat iemand op een dieper niveau zich in de... dat hij de kaarten aan jou laat zien, in plaats van de politieke kaarten gewoon lekker tegen de borst houdt. Maak het veilig voor het onbewuste brein. Want hoe meer support ik geef aan Co, hoe groter de kans dat hij uiteindelijk zegt, als ik doorvraag naar, hey, en niet echt hoor, niet met zoveel mensen erbij, maar dat ik zeg van, hey, maar wie is daar dan een goed voorbeeld van? Dus hoe veiliger het is, en met support maak je het veilig, hoe meer iemand op een dieper niveau de echte belangen met je durft te delen. En dat creëert natuurlijk verbinding. Nou moeten we toch naar een soort van afsluiting. Wat is uiteindelijk het belangrijkste wat wij mee moeten nemen van jouw verhaal? Zo we iets moeten, maar wat heb je geprobeerd bij ons los te krijgen? Belangrijkste opponent in een gesprek, dat ben je zelf. En je eigen overtuiging, je eigen vak, je eigen professionaliteit, je eigen denkbeelden. En als je hem positief formuleert, de ander heeft altijd goud. En degene die nu het verst bij je vandaan staat, die heeft het meeste goud. Dus ga daar onbevangen ontmoeten. Co, dan vraag ik jou als laatste, dat is altijd een goeie. Wat neem je nou uiteindelijk mee in je volgende ontmoeting waarvan je denkt, ga ik nu toch anders doen? Ik ga mezelf corrigeren als ik geen open vraag stel, waar de ander bij is ook. Ik denk dat... Ik hoef geen boek hoor, maar ik moet wel afsluiten. Nee, ik neem mee dat je volgens mij vaak denkt dat je het zelf best wel aardig doet, om er dan toch weer achter te komen dat het wel tegenvalt. Dus daar wil ik je voor danken. Je krijgt het van mij ook een. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt, Sjanieke. Neem het straks mee, maar daar komen we straks op terug, want we gaan nu nog iets heel belangrijks anders doen. We gaan naar Papers and Pictures. En daar zijn een drietal pitches. En daar gaat u straks als publieksprijs over stemmen wat de winnende is. Dus wij krijgen een drietal pitches, drietal filmpjes krijgen we. U ziet die eerste al aangekondigd. 1, 2, 3. Daarna ga ik u vragen, gaan we allemaal tonen, de telefoon om te gaan stemmen. Maar we gaan eerst kijken dus naar de eerste pitch. Neem maar aan dat je aannames doet van Veerle van Hemert. Kan jij luisteren met lichaam en taal? We hebben het allemaal wel eens gehad. Je gaat naar een gesprek en je hebt nog steeds het gevoel als je bij elkaar wegloopt dat je elkaar niet goed begrepen hebt. Je voelt nog steeds superveel weerstand. Maar wat doe je daar nou eigenlijk tegen? Hallo, ik ben Veerle, omgevingsmanager bij DAM. Ik heb heel veel ervaring met open gesprekken voeren. En die kennis breng ik graag over. Mensen die zich gehoord voelen, voelen zich meegenomen in het proces, erkend en gezien. Dit zal zorgen voor extra vertrouwen in jou als omgevingsmanager en het proces soepeler doen verlopen.
Maar hoe zorg je ervoor dat iemand zich gehoord voelt? Luisteren is dus echt heel erg belangrijk. Maar hoe luister je nou echt goed? Dat begint bij de voorbereiding. Daarna kun je tijdens het gesprek jouw gesprekspartner meer de ruimte geven zijn verhaal te doen door bepaalde technieken toe te passen in lichaam en taal. Deze technieken leg ik verder uit in mijn artikel. Lees mijn artikel, kom gezellig langs bij onze stand en stem op mij. Pitch 2, u ziet het al staan, gaat over het thema van vandaag, onbevangen ontmoeten. Het is de pitch van Mirjam Klaasenga. Ken je dat? Begin je aan iets nieuws en ga je eerst aan een ander vragen wat ze doen? Dan is er altijd wel iemand die jou wel even zal vertellen hoe het allemaal moet. Na een uur geleuter over eigen ervaringen kap je het vol frustratie, kap je het gesprek af. En heb je eigenlijk nog steeds geen antwoord op je vraag. Of anders, dat je een vraag van iemand krijgt en dat je zelf uitgebreid de tijd neemt om die te beantwoorden. Als ik jou was, nou dan zou ik. En vervolgens zie je dat die ander iets totaal anders gaat doen dan dat jij net verteld hebt. Sprak jij naar Swahili? Dergelijke miscommunicatie komt door je neushoornhoorn en doordat we onbewuste, irrationele wezens zijn. Met een ingebouwd defensiemechanisme dat alles buitensluit wat anders is dan je eigen overtuigingen. Tijd dus om het anders te doen. Je eigen overtuiging opzij te zetten, werkelijk voor de verbinding te gaan en daadwerkelijk onbevangen te ontmoeten. Moet je alleen nog wel even mijn artikel lezen of straks langskomen bij de stand om te weten hoe je dat dan doet. De derde pitch, faciliteer leven, bevorder ontmoeten, van Maaike de Haas en Kim Maas. Derde en laatste pitch. De openbare inrichting biedt onvoldoende ruimte voor onbevangen ontmoeten. Kijk verder dan een ruimte die slechts functies faciliteert, maar faciliteer in leven. Wij bieden 3 tips. Voeg groen toe. In een groene omgeving ontmoeten mensen elkaar sneller. Gooi het open. Hekken verdwijnen rondom sportparken. Sporten en spelen wordt zo toegankelijk voor iedereen. Buitenleven wordt zo voor alle leeftijden gefaciliteerd. Maak het inclusief. Een basisschool bij een ouderencomplex. Ontwerp een openbare ruimte met een veelheid en vrijheid aan beweegmogelijkheden, zodat de gebruiker zijn skills en de openbare ruimte onbevangen kan uitproberen. Kortom, breek barrières open, vergroen en faciliteer leven. Zo maak je ontmoeten mogelijk. Het drietal pitches. Ik ga u de open vraag stellen of u uw telefoon mogelijk zou willen pakken indien u daar zin in heeft. Ik wil u absoluut niet pushen. En dan kunt u gaan stemmen. En u snapt het al, als u gaat stemmen komt daar een winnaar uit voort. En dan weten we allemaal dat deelnemen ontzettend leuk is. Maar winnen is nog leuker. Mogen we niet zeggen natuurlijk, maar deelnemen is prachtig. Oeh, nek aan nek. Laat u niet beïnvloeden. U kunt maar 1 keer stemmen trouwens, hè, als u denkt. Ik ga toch nog even 1 keer proberen. 1 keer stemmen. ...308 stemmen binnen, dus er zijn er nog wel een aantal die komen, denk ik. Wie van u heeft nog niet gestemd? Nou, dan durven we het wel bekend te gaan maken, want dan gaat de publieksprijs, die gaan we overigens nog even blijven zitten, nog niet te blij naar het podium komen rennen, we gaan je zo uitnodigen. Maar de publieksprijs gaat dus naar Veerle van Pitch 3 bedoel ik, faciliteer leven, bevorder ontmoeten. Die is van Maaike de Haas en Kim Maas. Pitch 3 is de winnaar van de publieksprijs. Maar
Voordat we die gaan uitreiken, gaan we ook de juryprijs uitreiken. En ik ga vragen of Anne Melgers en Petra van der Brand naar voren willen komen. En die mag u ook een groot applaus geven. Hou hem nog een beetje. Oh, dat staat er nog niet op. Ga ik jullie het woord geven? We hebben een microfoon voor jullie. Die komt van Jaap af. Welkom allereerst. Een microfoon? Ja. De juryprijs, hè? Aan jullie om hem uit te reiken. Ja, eerst even, wij zijn niet met z'n tweeën de jury, even voor de duidelijkheid. We zijn met z'n vieren, Jos Arts en Bert ter Avers horen er ook bij. Naast Anne Melgers en mijzelf, Petra van der Brand. Ik vind het leuk om hier weer te staan als jurylid. Want ik zei al, we hebben op kantoor ook zo'n hele mooie poster staan nog steeds. Van ooit toen we zelf de juryprijs wonnen. En ik vind het bijzonder, omdat wij als jury, we zijn ook weer in het thema gedoken. En de verschillende benaderingen van onbevangen ontmoeten waren echt, ik vond het ook weer heel leerzaam. Het heeft mij ook weer aan het denken gezet. En ik heb daarna ook een bijzonder mooi gesprek gehad met iemand die misschien eerst in mijn allergie zat. Dus ik hoop dat dat velen van jullie ook zo vergaat, dat het inspiratie is en tot reflectie leidt. Dus leuk om dit als jury te mogen doen. En ja, de naam staat er niet op, maar eigenlijk weten we het allemaal al wie de vakprijs heeft gewonnen. Tenminste, ik wil ook even handen zien. Wie weet wie de prijs heeft gewonnen? Ja. Vanochtend waren er meer mensen bij de masterclass van deze mensen. Die dus, zijn het weer vergeten. Die zijn het weer vergeten. Ja. Dus ik ga even, Anne gaat vertellen wie en waarom. Ja, en dat doe ik gewoon nog even spannend. Ga ik eerst het juryrapport voorlezen. En even een speakbriefje erbij houden. Het was een project wat ik zelf al een beetje kende vanuit mijn eigen werkveld. En wat ik nu opeens door dat artikel een hele nieuwe laag kreeg. Want opeens ging het over som. En dat was wel heel erg leuk om het ook eens een keer van die kant te zien. Het was een goede paper omdat hij heel origineel was. Hij begon sprookjesachtig. En nu weten misschien al wat meer mensen wie het is. Er waren heldere boodschappen die verwoord werden. En ik vond het ook heel erg leuk om te lezen dat mensen ook echt in het project gingen zitten en er ook gewoon half gingen wonen ongeveer. En ze hebben heel erg geluisterd naar bewoners en zijn daarbij echt uit hun comfortzone gestapt. En dat vonden wij ook heel inspirerend om dat te lezen. Dus daarom willen wij graag op het podium vragen voor de overhandiging van de prijs. Bobby Groenwoud en Mare Hoogveld voor Stad aan het Haringvliet en De Overkanters, een modern sprookje over onbevangen ontmoeten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dan gaan we naar jullie. Nou. Ja, wat een eer. Ja. Een bosje bloemen erbij. En even dus. En natuurlijk even de speech van de Oscar-winnaar natuurlijk. Hè? Wat gaan we doen? Dit is een grote brein achter de column. Wat een eer, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Bobby en ik hebben vanmorgen dus een masterclass mogen geven. En die was tot in de nopjes voorbereid, maar deze speech niet. Nee. Dus ik denk dat ik wil bedanken mijn ouders. Mijn zus. Ja, mijn vrienden. Nee hoor. Project Stad Aardgasvrij. Lees onze paper gerust nog als dit prikkelt. Beetje Mara. Stad Aardgasvrij is een project waar iedere omgevingsmanager denk ik van zal smullen. Wij hebben hier gefreewheeled. Alles gefreestyled. Waarbij er in een dorp dus over wordt gegaan. Ik raak me helemaal kwijt. Ik was hier niet op voorbereid. Sorry. In elk geval, het is een heel mooi project waar wij als omgevingsmanager letterlijk van deur naar deur zijn gegaan. En het belangrijkste wat wij daar geleerd hebben, of ik in elk geval daar geleerd heb, is dat een hele grote, ingewikkelde transitie, zoals als dorp van het aardgas overgaan op waterstof, dat je dat kan doen en met elkaar kan bereiken als je daar de bewoners als experts inschakelt. En het echt een bewonersinitiatief houdt en het samen doet. En vooral heel erg goed luistert en jezelf thuis laat. En volgens mij is dat het thema van de dag. Dank jullie wel. Fijn dat het goed is overgekomen. Ja, dank je wel. De bloemen.
Dank jullie allen. Dank ook de jury. Jullie twee, maar ook uiteraard de andere juryleden. Jullie zeer veel dank. Gefeliciteerd met de juryprijs. En een ieder kan er zijn of haar voordeel bij komen doen bij jullie. Ja. Dank jullie wel. En veel plezier ermee. Dan gaan wij over naar de uitreiking van de publieksprijs. En dat is dus Maaike de Haas en Kim Maas. Ja. Waar komen die vandaan? Ah, gefeliciteerd. Dank u wel. Gefeliciteerd. En dan gaan we deze keurig in het midden houden. Het gaat om jullie. Prachtige publieksprijs. Ja. Drie adviezen al gegeven. Toch nog even een vraag. Hè? Ja, je hebt je nu 2 minuten kunnen bedenken. Zal hij mij ook wel gaan vragen? Oh, wat eng. Ja, gaat hij ook vragen. Ik push jullie een beetje tot een kleine speech. Oei. Aan wie? Ah, dankwoord, wat je wil. Publiek bedanken, kan alles. Ja, even een open vraag dan aan het publiek. Waarom hebben jullie voor ons gekozen? Oké. Okay. We hebben geen boek weg te geven. Het is zo pauze en dan komt iedereen je dat vertellen. Ja. Dan even, hoe kwamen jullie op het idee om op deze manier... Want je geeft wel echt adviezen, hè, dit filmpje, toch? Maar duidelijk, ik zat een beetje aan push te denken eigenlijk. Je geeft gewoon harde adviezen. Iedereen omarmt het. Heerlijk. 3 adviezen. Stemmen. Dank je. We zijn in onze omgeving bij onze collega's gaan kijken. Wat doen jullie aan ontmoeten? En nou, het is een hot topic. Dus we hebben gewoon alles opgehaald wat we tegenkwamen. En toen konden wij, dachten we, wel een advies even schrijven. En dit zijn, ja, nou ja, het is gewaardeerd. Zijn dit de 3 belangrijkste boodschappen die jullie hebben opgehaald in die zin? Nou, dat denk ik wel. Ja? Ja, voor nu wat we zagen en wat we in 3 eenvoudige punten weer konden geven, zodat we het verhaal makkelijk kunnen vertellen, dat het goed overkomt, waren dit voor nu de 3 tips waarmee aan de gang gaan. En nou ja, later ook nog wel verdieping daarop, denk ik. Nou, door een absolute meerderheid van het publiek zo beoordeeld en gewaardeerd. Dus enorm gefeliciteerd en heel veel succes ermee. Dank jullie wel. Bedankt allemaal. Dank. Janieke, ga ik toch nog even aan jou die vraag stellen. Want we zagen 3 filmpjes. Vrij open, 2. En de derde zei, doe dit, doe dat en doe dat. En een ruime meerderheid van de zaal, hebben die nou niet op zitten letten? Of wat is er gebeurd? Ik vond het fantastisch. Ik denk, die komen met 3 adviezen. Ik weet niet of jou het weer doet, als krijg je deze. Ik denk dat jou ook eigenlijk... Maar ja? Zonder dolle, je snapt wat ik bedoel. Het is een heel helder filmpje en die zegt, nou, we hebben een paar prima tips voor jullie. En mensen denken, yes, lekker, tips. Klopt, ja, en tegelijkertijd hebben ze pooltechniek 29 toegepast. Ach, zonder het misschien mij, te weten mij. Of ze wisten. Wat hebben ze gedaan? Ja, mag dat? Maar daar heb ik wel 1,5 minuut voor nodig. 1,5 minuut mag? Ja. Okay. Het is een pooltechniek die misschien per ongeluk goed is gegaan, maar ontzettend goed heeft gewerkt. Want wat er gebeurt... Op het moment dat je directieve opdrachten geeft aan een ander, aan het onbewuste brein van de ander, zal die ander gehoorzaam worden. Wanneer doe je dat nou? Want anders hoor ik Cody dan zegt van ja, maar dat is toch manipulatie, of wanneer is dat nog ethisch? Maar op het moment dat je te maken hebt met een zwaar dominante, directieve, autoritaire gesprekspartner, waarvan je denkt, ja, maar jij staat hier en ik sta hier, hoe kom ik nou uit dat gedragspatroon? Op het moment dat je directieve opdrachten geeft en die landen in het onbewuste brein van die gesprekspartner, zal die jou belangrijker gaan vinden en daarmee meer naar gelijkwaardigheid gaan. Dus bedenk eens een voorbeeld in je hoofd hiervan. En nu heb ik het al gedaan. Dus ik geef je onbewuste brein een instructie met een directieve opdracht. Bedenk hier eens een voorbeeld van. En... Oh, meneer, ik vertel het even voor de rest van de zaal. Meneer gaat onrustig de pauze in, want die denkt dat nu 52% beschuldigd wordt van autoritair en directief zijn. En die hebben een bovenliggend breinopdrachtje gekregen. Ik denk dat het anders ligt, maar klopt. Ik ga even opzij. Goeie check. Wij zeggen eigenlijk die pooltechniek, zeer geavanceerde pooltechniek, gebruik hem alleen op het moment dat je te maken hebt met een dominant, directief, autoritair persoon die je eigenlijk weer naar gelijkwaardigheid wil brengen. En per ongeluk werkt het dus ook gewoon als je die in een filmpje stopt. Want kijk, daar in één keer hangt daar een publieksprijs aan. Ja. Dus zo zit dat. Dank nog voor deze laatste tip en uitleg, Janieke. Dank je wel. Daarmee komen wij aan de pauze toe. Ik ga u eigenlijk nog 1 opdrachtje meegeven. Neem u zelf eens voor, hè, niks moet. Om 5 mensen vandaag onbewust te ontmoeten.
Neem u zelf eens voor hier gewoon. U bent er de hele dag. Er is heel veel ruimte voor ontmoetingen. En u zit vaak naast iemand die u al kende van iets. Dus dat is altijd fijn. Maar er zijn een heleboel mensen die u nog niet kent. En mijn vraag is eigenlijk, ik ga een beetje onbewust ontmoeten. U begint er al mee te beginnen, merk ik. Ik heb nog ook één prachtig vertellen dat achter in de zaal een tekenaar is. Sander Merks, die tekent deze hele dag op met allerlei prachtige illustraties. En dat komt via de socials tot u. Dus dat is wat vandaag ook nog plaatsvindt. Voor de rest, ja, het programma is heel helder. Op allerlei manieren kunt u vanmiddag naar allerlei workshops, interviews, van alles gaan bekijken met elkaar. Einde van de dag is er muziek, zoals al gezegd, ook aangekondigd. En u krijgt ook nog een heel vrolijk cadeautje mee als u weggaat. Heel verantwoord, alcoholvrij. Ik vertel het vast, dus dat u niet denkt, ik moet daarvoor eerder weg. Maar na de borrel krijgt u nog iets alcoholvrijs mee. Maar het mooiste is, ik hoop dat dit ruim uurtje en Jeanieke en Co u wat dat betreft hebben kunnen inspireren. Ik wens u een hele mooie dag toe verder. En ik hoop wat dat betreft ook dat u een paar bouwstenen er weer bij heeft om een nog betere omgevingsmanager te worden. Dank voor nu en een hele mooie dag verder.